Een hele goede dag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In dit filmpje wil ik het graag even met jullie hebben over verschillende knoppen in de middentunnel, de airconditioning, maar ook de knoppen hier in de dakbekleding. Laten we beginnen met de knoppen van de airconditioning. Zoals u kunt zien is dit een Thermotronic airconditioning systeem, een uitbreiding op het normale airco-systeem wat wij hebben. Aan de linker en aan de rechterkant kunt u dus de verschillende temperaturen instellen voor zowel de bestuurder als de bijrijder. En met Sync, dat is de meest rechterknop van allemaal, kunt u ervoor zorgen dat hij links en rechts dezelfde temperatuur heeft. Zoals u kunt zien staat hij nu aan de linkerkant op 20 graden en aan de rechterkant op 19,5 graden. Als ik Sync indruk, dan gaat hij direct naar de 20 graden aan alle twee kanten. Dat komt omdat links altijd leidend is. Dus als ik nu de linker temperatuurknop bijvoorbeeld naar beneden zet, gaat die links en rechts wordt die wat koeler in de auto. Doe ik de rechter bijvoorbeeld weer wat warmer, dan schiet hij meteen van zijn sync functie af. En zijn de temperaturen weer anders in de auto. Die knop ernaast, dat is de airco aan of uitzetten. Maar die knop heeft ook een dubbele functie. Op het moment dat u bijvoorbeeld in de winter een stukje gereden heeft, de motor is warm, u moet even een half uur of drie kwartier de auto verlaten, dan kunt u de motor uitdrukken en vervolgens drukt u de restwarmte drukt u in. De auto zal vervolgens de warmte van de motor pakken en die bij de auto naar binnen blazen, waardoor als je na een half uur of drie kwartier weer terugkomt, dat je gewoon in een comfortabele warme auto stapt. Die knop ernaast, dat is de binnencirculatie. Als u met de auto aan het rijden bent, de airconditioning staat lekker aan, maar u wilt niet, als u bijvoorbeeld een tunnel nadert, de diesel of de benzinedampen in uw auto hebben, dan kunt u die knop indrukken. De auto die zal in de auto gaan circuleren en zich dus verder afsluiten van buiten. Rijdt u dadelijk in de zomer bijvoorbeeld met de raampjes open en u gaat richting die tunnel, dan kunt u die binnencirculatieknop ingedrukt houden. Ik zal hem heel even laten zien. Alle ramen die sluiten. En de auto sluit zich dus ook verder af van de geuren buiten. Op het moment dat u die tunnel weer uitrijdt, dan kunt u die knop weer een paar seconden ingedrukt houden. Er zit een soort memory functie op, dus de auto die onthoudt hoe ver de ramen open stonden en zal ze ook weer terugbrengen tot die stand. Die knop ernaast, dat is de achteruitverwarming. Nou, in het midden hebben we de gevarenlichten, vooruitontwaseming, automatische airconditioning en die knop ernaast, daarmee bepaal je hoe hard de aanjagers, de blowers, moeten blazen. Dan nog één knopje daarnaast. Daarmee bepaal je de zone waar de airconditioning of de verwarming actief moet zijn. Dus of op de benen, op het lichaam of op de voorruit. In de middentunnel hebben we een mooi groot opbergvak met twee bekerhouders. Aan de linkerkant in het opbergvak daar zit een USB-C poort. En aan de rechterkant, ik hoop dat u het goed kunt zien, daar zit een 12 volt aansluiting. In het midden nog een aantal knoppen, waarbij de middelste, dat is een grote touchpad, daarmee bedien je het rechterscherm. Dus eigenlijk gewoon een kwestie met je vinger eroverheen vegen, naar rechts, naar links, onder, naar boven, eigenlijk de kant waar je naartoe wilt, die kant veeg je op. Als u op het huisje drukt, dan komt u ten alle tijde in het hoofdmenu en drukt u op het pijltje, gaat u ten alle tijde één stapje terug in het menu. Nou, er zitten nog een aantal knoppen rondom de touchpad. Ik begin bij de volumeknop. Dat is een draaiknop. Als u hem naar voren toe draait of naar achteren, dan gaat hij harder of zachter. Drukt u hem in, dan zal alles dempen. Daaronder zit een snelkoppeling naar de navigatie. Daaronder een snelkoppeling naar de radio of de media. Media is dus Bluetooth muziek luisteren of via een USB-stick. En daaronder een snelkoppeling naar de telefonie. Ik zal hem even laten zien. Die zit hier zo. Aan de linkerkant het knopje met het sterretje. Daarmee komt u in een favoriete menu uit. Zoals u hier kunt zien. Hier kunt u, of het favoriete menu kunt u zelf instellen. Bijvoorbeeld een snelkoppeling maken naar de geluidsinstellingen. Zoals u hier kunt zien.
En boven het knopje met het sterretje staat het knopje met de auto. En daarmee komt u in de instellingen. Nou, nog één knopje daarboven. Daarvoor moet ik heel even de auto starten. Als u op die knop drukt, dan kunt u het zelf-inparkeersysteem activeren. Dus als u aan het rijden bent, u drukt op die knop, dan kan de auto zoeken naar een parkeerplaats waar die hem zelf in kan zetten. Nou, u ziet hier linksboven, ziet u al wat commando's staan. Als die in zijn versnelling staat, ik zal hem heel even laten zien, dan zie je ondertussen ook je parkeersensoren, et cetera. Maar je ziet ook, als je aan het rijden bent, dat die links en rechts aan het scannen is. Aan de rechterkant ziet u nog twee andere knoppen. Dat is de achteruitrijcamera, een breedbeeldlens. En nog een achteruitrijcamera. Dat als ik hem eens achteruit zit, ziet u hier de rijlijnen. Met daaromheen de parkeersensoren. Dus als ik ietsjes naar voren rijd, dan ziet u de parkeersensoren van geel naar oranje en uiteindelijk ook richting rood. Veranderen. Nog één knopje links van de touchpad, dat is de dynamic knop. En met de dynamic knop kunt u switchen tussen verschillende rijprogramma's. In het linkerscherm, dus onder de toerenteller, zit hier nu een blauw vierkantje met een C'tje erin. Dat betekent dat de auto nu in de comfortmodus staat. Met deze knop, de dynamic knop, kunt u dus verschillende rijmodussen selecteren. Als u hem naar voor of naar achter duwt, ziet u dat u kan kiezen uit individual, sport, comfort of eco. Comfort, dat is eigenlijk de standaard rijmodus waar de auto altijd in zal beginnen op het moment dat u de auto start. Zet u hem op economisch, dan zal de auto wat eerder schakelen. De motor wordt wat aangepast, de stuurbekrachtiging wordt aangepast. Hetzelfde geldt voor de sportmodus. En met individual, de individuele stand, ja, dat zegt het al een beetje, dan kunt u hem helemaal zelf samenstellen. U ziet hier zo een tandwieletje. Als u daarop drukt, ziet u dat u hier de aandrijving bijvoorbeeld kunt veranderen naar sport, comfort of economisch. Daarentegen kunt u de besturing comfortabel of sportief zetten. En de ESP kunt u ook op comfortabel of sportief zetten. U kunt hier aangeven, ik wil dat hij het vraagt bij het starten. Dus elke keer als u de auto start, vraagt de auto, u bent geëindigd in individual, zal ik hem weer in de individual zetten? Nou, dan kunt u zelf verkiezen, ja of nee. Nou, in de dakbekleding hebben we nog een aantal knoppen zitten. Maar ook een vakje voor de zonnebril. Ietsjes naar achter, daar zit een knop voor het panoramadak. Dus als u deze knop naar voren toe duwt, dan zal het zonnescherm sluiten. Zoals dit. Doet u hem weer naar achter, gaat hij uiteraard weer open. Heel eventjes wachten. Als ik hem omhoog duw, dan zal hij op kantelstand staan. Druk ik hem naar achter, dan gaat het panoramadak volledig open. Ondertussen kunt u op het moment dat de panoramadak open gaat, ziet u hier zo aan de voorkant meteen een windvangertje verschijnen. Maar ja, als ik het knopje weer naar beneden toe duw, dan gaat het panoramadak weer dicht. Verder ziet u hier nog twee knoppen zitten. Eentje is de SOS en de ander dat is een telefoontje met Mi. De SOS die is er echt puur wanneer u een ongeluk hebt gehad. Komt dan in contact met eventuele nooddiensten die u nodig heeft. En het knopje met Mi, dan komt u als u pech onderweg hebt, bijvoorbeeld een lekke band, kunt u daarop drukken. Waar u ook staat in Europa, de hulpdiensten komen u helpen. Aan de voorkant nog wat knopjes. De twee buitenste, dat zijn de leeslampjes. Uiteraard voor de bestuurderskant. Voor de bestuurderskant en voor de bijrijderskant. Die zitten onder de spiegel, zoals u hier kunt zien. Er zit een knopje voor de achterbankverlichting. Een knopje voor het grote licht. En het knopje hier zo, het autootje met de deuren open. En of, dat betekent dat op het moment dat u ook de deuren open zou gooien, dat de verlichting gewoon uitblijft. En normaal gesproken gaat de verlichting uiteraard aan.
Ja, dat zijn eigenlijk alle knoppen die wij hier zo in het middengedeelte van de auto hebben zitten. Mocht u nou nog meer vragen hebben over een bepaalde knop, laat het een van de dealers weten. En ja, we helpen u daar graag bij. Bedankt voor het kijken en een fijne dag verder.